Heyo mensen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed 2. Voor mij zijn we... Nee, nou, ik weet het nog steeds wel zeker. We zijn bij aflevering 7. En we gaan nu even hier naar boven toe klimmen. Om dit papiertje weg te halen, want papiertjes zijn altijd vervelend. In dit geval. En we gaan... Hier mogen we trouwens niet komen, dus we moeten eigenlijk terug naar beneden toe. Doen we dat ook heel erg braaf. En we gaan naar... Het assassin steken, want we willen even de volgende armor piece zien te krijgen. Tenminste, dat gaan we proberen dan in ieder geval. We kunnen het altijd proberen. En daar is hij al. Tenminste, daar is het begin van de missie om het gedeelte te krijgen. Want het zou anders te makkelijk zijn. Nu moeten we waarschijnlijk eerst zo'n heel klimmen klauter ding doen. Wat ik meestal niet echt het leukste vind, maar cool. Ik wil graag die... armor piece van Altair hebben. Dus ja, dat is gewoon een goede reden om het toch wel te gaan proberen te krijgen. En daar zijn allemaal ratten. Lekker. Dus dit is sowieso wel een plek waar ik nooit zou komen. Even checken. We moeten daar omhoog. Train de toren uit te gaan om bijvoorbeeld sluipmoordenaar zegel te vinden. Oké, nou dan gaan we daarheen. Oh, dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo, Ezio. Dat werkt niet zo. Dan moeten natuurlijk gewoon zo erin komen. Nou, dan doen we dat. Waren we helemaal voor niks zeiknat geworden. Iets wat we echt helemaal niet cool vinden. En ik zie rode stipjes op de map. Zouden hier enemies zitten dan? Denk het dan wel, hè? Ja, kijk, daar staat de eerste enemy. En dan moeten we zo helemaal daarop. Om via die manier helemaal daar te komen. Dit moet je ook nog allemaal gaan onthouden ook nog, zeg. Dat is toch niet normaal? Verlaten. Nou, dan doen we dat. We verlaten de wijnkelder. Maar we moeten eerst jou afmoorden. Want jij bent vervelend. Nou, dan gaan we nu hierheen. Vanaf hier is het niet zo heel moeilijk. Hey. Nou, trouwens is deze guards vermoorden, want anders dan weet ik het wel weer. Dan zitten ze de hit te mekken. Hé, hey, jij daar, jou moet ik hebben. Huppakee, nou, daar zijn we in ieder geval vanaf. Ik zei net, je moet die hele route maar onthouden. Maar ik ben het nu al vergeten natuurlijk, dus... Moeten we even... Begint dat al wel weer heel erg slecht natuurlijk. Ah, ik zie denk ik al waar we heen moeten. Denk ik, hè, weet ik natuurlijk. Helemaal weer. Niet zo. Yep, we moeten hierheen. Oh, dit is nog best wel makkelijk. Dit is niet de meest moeilijke route die we ooit hebben moeten klimmen. In ieder geval, tot nu toe dan. Hè. Ik kan straks denk ik wel weer rete vervelend of moeilijk worden of iets in de richting van. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon weer lekker meevallen. En daar hoop ik eigenlijk wel op. Oh, ik dacht, hier staat een guard. Er staat wel een rood stipje, maar er is niet echt een guard aanwezig. Beetje vreemd eigenlijk. Maar natuurlijk weer niet erg. Oh, found you guard. Zo, je zou hier maar als bewaker moeten zijn, hè? Helemaal in je eentje. Heb je natuurlijk nooit de kans tegen Ezio. Hou dit horen. Daar wint ze. Ezio, hou dit horen. Daar wint. Zo, dat is wel een lange naam trouwens hoor. Ezio, hou dit. Zo, nou, daar zijn iets meer bewakers, zeg. Gaan we die ook allemaal vermoorden? Ik denk het wel. Ik denk dat we ze wel allemaal even moeten vermoorden. Gewoon puur omdat het kan. Zo, de user helemaal naar boven toe. Oh, daar had ik net echt heel veel zin in. Om helemaal naar boven te klimmen. You won't escape. Oh shit, ik dacht van we pakken deze guy even. Oh, die pakken we ook gewoon even rustig. Deze gast kunnen we gewoon zo pakken. Deze zijn toch niet zo heel erg sterk. Zijn eerder te slap als te sterk. Dus dat valt wel wat mee. Nou, klimmen, voor mij moeten we hier omhoog. Of niet? Waar moeten we eens heen? Ah, ik zie het denk ik. Ik denk dat ik het weer zie. Nogmaals, ik denk het hè. Ik weet het helemaal niet zeker. Huppakee, ja, check dit dan. Nou, klimmen we hier straks omhoog. Ik hoop dat dit werkt, anders zou het echt zonde zijn, gewoon. Yep, het werkt.
Oké, dat werkt dus niet. Jammer. Hé, hey, klootzak. Jij gaat nu dood omdat je ons hebt gezien. En je mocht ons niet zien. Oh, nou, dan proberen we het hier wel. Hier kunnen we er gewoon op staan natuurlijk. Dat maakt het alweer wat makkelijker. Huppakee. Nu springen we gewoon. Chill. En jij gaat dood. Vieze klootzak, jij gaat dood. Helemaal dat we hierheen moeten. En nu... Hier? Ik weet het echt niet hoor. We proberen maar wat. Misschien is het goed, misschien niet. Maar ja, proberen is het altijd waard. Nou, nu staan we hierop. En nu... proberen we hier overheen. Jezus, wat een afstand trouwens. Huppakee. Dit trouwens alweer de laatste plek. Zo, deze meneer was niet echt aan het opletten. Of hij had zoiets van, nou, fuck it. Ik ga gewoon klaarstaan en dan doe ik niks. Oké. Zo, weer een heel stuk klimmen. Ja, er staan overal weer guards natuurlijk. Want we zouden het hier maar eens naar boven moeten. Oh, dat was niet de bedoeling, Ezio. Dat was niet de bedoeling. We willen hier omhoog. Niet naar beneden. Hey joh. Daar ging je bijna weer. Nou, we moeten wel even opletten nu. Anders dan kletten we elke keer net niet naar beneden. Kunnen we dat redden, denk je? Ik weet het niet. Nou, dat komt maar. You have no Eccolo. There. There. You will not leave here alive. Nou, misschien niet, nee, maar dan jij ook niet. Huppakee. Haha, ja, je bent ook niet zo heel erg sterk, hè. Dat scheelt voor ons natuurlijk weer. Nou, dan klimmen we hier omhoog. Gelukkig hebben ze ook nog gewoon trappen hier. Ik snap niet hoe al die kaartjes komen. Die moeten echt gewoon pokken en klimmen om ooit op hun werk te komen, zeg. Je mag bijna een uur eerder vertrekken van huis als je hier werkt. Niet normaal, hoor. Wat verdomme, dat is nog niet normaal. Nou, deze gast kunnen we ook wel heel makkelijk killen. Zo, die is dood. En die is ook dood. Dus dat maakt het alweer wel makkelijk. Voor mij zijn nu sowieso alle beveiligers hier al lekker dood. Even kijken. Oh, we kunnen hier gewoon omhoog klimmen. Denk ik. Nee, we kunnen hier niet omhoog. Ah, ik zie het al. Dit mooie raam helpt ons hier naar boven komen. En dan klimmen we weer helemaal verder, want we willen graag bij die schatkist komen natuurlijk. Hè? Dat is het enige doel van ons. We willen graag bij die schatkist komen. Oh, terug. Die gaat op. De schatkist. Nou, laten we ervan uitgaan dat we hier er bijna zijn. Ik zie hier een plekje waar we langs de muur nog verder omhoog kunnen gaan. Als dit tenminste de juiste weg is. Dit neem ik aan van wel, want ik zie daar een standbeeld en dat standbeeld en dat betekent yay, we have found the sarcofaag. En met dat sarcofaag maken we eerst even alle schatkisten hier eromheen open natuurlijk, want daar zit ook weer money in en money hebben we allemaal nodig. Want blijkbaar is het rete duur om een eigen stad op te bouwen. Dus ja, moeten we dat even doen natuurlijk. En yep, we hebben de sarcofaag geopend en daar zit dan weer de volgende steen in die we nodig hebben. Die we sowieso nodig hebben. Want dat is belangrijk. Dan kunnen we eindelijk Altair's armor hebben. Maar ik denk dat we nog 3 punten moeten doen. Uit mijn hoofd hebben we er nu al 3 gedaan volgens mij. Of is dit, ja, nog 3 te gaan. Oh, nog 3 te gaan. Ah, dat betekent al dat we aardig op weg zijn. En we kregen hier ook nog weer een flink zakcentje voor. Dus dat is ook wel weer lekker. Ah, we hebben onze stad trouwens ook al, onze stad, zeg maar Mario's stad, onze oom's stad, hebben we bijna upgegraded. Tenminste, we zijn al best wel ver. Op zich. In ieder geval, over de helft. Denk ik. Ik denk dat we wel over de helft zijn. Ik denk dat we nog een stuk of 20.000, 30.000 nodig hebben. Maar als je het zo zegt, klinkt dat ook nog best wel weer veel.
Ja, we hebben een pokken geklommen, ja. Dus ik heb wel kloppen dat we zo hoog zitten. Checken of hier nog iets cool zit wat we kunnen gebruiken. Of dat we hier heel erg simpel naar beneden kunnen kletteren. Yep, we kunnen hier in ieder geval heel erg makkelijk weer naar beneden komen. En dan gaan we naar dat uitkijkpunt. Ja, waarom ook niet. En we gaan hier even schilderijen kopen. Denk ik. Als ze hier schilderijen hebben, dan gaan we even schilderijen kopen. En daarna gaan we verder met onze mid. Ja, die willen we hebben. Ja, dit willen we allemaal hebben. Tuurlijk, nieuw voorwerp gekregen. Dankjewel. Nog eentje. Oh, dankjewel. Oh, wat duur. 175, dit voorwerp. Ja, die hebben we nu al. Ja, want die hebben we net bij jou gekocht. Dus het is vrij logisch dat we hem nu hebben, ja. Dat is ook alweer heel erg obvious. Klim hier even lekker omhoog. En dan pakken we dit uitkijkpunt. Waarom willen we dit uitkijkpunt? Nou, dat is eigenlijk vrij logisch. We willen dit uitkijkpunt omdat het praktisch is om te hebben. En het is praktisch om te hebben omdat we dan niet hoeven te zoeken naar de volgende punten in het verhaal en zo. En ja, het is gewoon wel praktisch dan, hè. Dan scheelt het zoeken en ik hou niet zoveel van zoeken. Dus ja, dat is sowieso wel weer een goede reden. Klimmen we helemaal naar boven toe, zo eigenlijk zo elke keer. We doen eigenlijk wel vaak hetzelfde, maar ja, daar kun je niet zo van aan doen. Dat bestaat gewoon uit dit spel. Dit spel is gewoon heel vaak hetzelfde doen. Heel vaak omhoog klimmen. Heel vaak net niet het laatste stukje kunnen klimmen. En dan toch nog hier ergens weer helemaal naar boven toe moeten klauteren. Oh, dit is hem niet. Kunnen we hem nu niet redden. Wat verdorie zeg. Moeten we dan ook nog verder ook nog. Oh, dan gaan we nu ook helemaal de verkeerde kant op. Jongen. Dat is toch abnormaal. Waarom kunnen we dat laatste stukje niet gewoon zo simpel doen, grote vriend? Ja, dan moeten we ook nog weer naar beneden, denk ik. Kunnen we het hier echt niet redden? We kunnen het ook gewoon echt niet redden, hè? Asociaal. Moeten we helemaal weer naar beneden klauteren, denk ik. Ja, dan moeten we hier weer. Hoe komen we hier dan ooit op? We moeten even goed bedenken, hoor. Hoe klimmen we hier naar boven doen? Nou, dat weet ik eigenlijk dus niet. Ik zie hier wel een veer. Die wou ik even pakken. Aangezien we er toch zo goed als naast stonden. En dan proberen we hier. Nou, we moeten trouwens hier wel omhoog. Nou, dan moeten we even verder kijken. Of we kunnen hier gewoon niet omhoog klimmen. Nee, zo stom zou Ubisoft er ook weer niet zijn, hoor. Zeg maar van, nou jongen, red je reep maar, je kan hier niet opkomen. Maar daar is het punt waar je moet komen. Dit is nog best wel lastig zo. Zo denk je, je kan hier gewoon naar boven toe lopen en dan ben je er. Maar dat is dus niet het geval. Ah, wat is dit stom zeg. Dit vind ik wel echt stom gewoon. Maar we kunnen ook niet ergens anders naar erop komen. Nee, niet laten vallen. Dan kletteren we helemaal naar beneden toe. Wat is dit voor ongein? Dit vind ik niet echt cool. Nou, we proberen gewoon zo, zeg maar. Het lukte dus toch wel. Dat had ik niet verwacht hoor. Ik denk van, we gaan toch wel helemaal naar boven klimmen. Maar ja. Het is tenminste gelukt. En dan gaan we nu zo snel mogelijk naar de story mode. Huppakee. Kletteren we weer helemaal naar beneden toe. Het is trouwens ook nog best wel ver lopen waar we onze volgende missie hebben. We gaan even kijken welke een dichtstbijzijnde is. Of er überhaupt een dichtstbijzijnde is. Nee, ze zijn natuurlijk allebei weer helemaal aan de andere kant. Begin herinnering gaan we eerst hier wel even heen. En daarna naar de andere. Maakt op zich niet zo heel veel uit in welke volgorde we het doen. Ze allebei super ver lopen. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. En ik zie daar een schatkist waar we zo goed als naast staan. Dus die gaan we sowieso even pakken. Huppakee, open die schatkist. Schiet een beetje op Ezio. 260 florins. Dat is op zich best wel een lekker bedragje voor één schatkist. Maar wij wouden niet naar de schatkist. Wij wouden
eigenlijk heel graag naar de missie. Dus we lopen er even heen. Het is een hele zoektocht, hele reis. Ik hoop dat we zo meteen een paard vinden, want anders dan moeten we alles ook nog lopen en dat... Shit, daar staat natuurlijk weer geen paard. Wel weer een schatkist, maar geen paard. Nou, dat is jammer. En leuk tegelijk. Hé, ik zie toch wel ergens een paard. Ik heb een paard gevonden, mensen. Jee, we hebben een paard. Bijna. Aan de kant, paard. Hé, we hebben een paard. Hoe gingen we ook weer op een paard? Oh, zo gingen we ook. We vergeten hoe we op een paard gingen, maar we zitten op een paard en we lopen zo snel mogelijk naar de missie toe. Dit gaat veel sneller als lopen. Dat is alweer mooi, mensen. Dat is sowieso mooi. Ah, dat voelt goed. Zo zijn we ook echt heel snel weer bij onze missie, hè. Dat is wel lekker. Nog maar 100 meter te gaan. Nog maar 100 meter te gaan. En ik denk dat we hier trouwens gewoon weer iemand moeten afmoorden. Net als bij de vorige, zeg maar. Oh, dat drukte ik per ongeluk op. Eagle vision. Was niet de bedoeling. Ah, there you are. Listen, we found Stefano D'Abagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend. Heb je hem vermoord? Oh, nou, dat moet lukken. Dat moet lukken. Het is ook weer overdag. En nu zijn hier meer dan genoeg paarden. En zo net hadden we geen paard. Maar een beetje stom is dat. Maakt ons niet heel veel uit, maar ik vind het wel een beetje stom. Een beetje, maar hoor, trouwens niet heel erg stom. Gewoon, zeg maar, de casual een beetje stom. Want we hebben toch weer 250 florins gekregen hier. Gewoon. En dat eigenlijk voor simpelweg niks. Dan moeten we hier dus even overheen kijken. Want we zijn op zoek naar een persoon. Waar ben je? Dan moet je hier zijn. Ben je hier? Ja, daar ben je. Oké, blijkbaar hebben wij hem nog niet gezien. That there exists some invisible madman in the sky. And believe me, if your precious Bible is anything to go by, he is completely lost his mind. How can you speak as such? You wear his vestments. Only because they afforded me the opportunity to get close to the Medici. Okay. But you're right. I should look into replacing them after Assassin is dealt with. Ah, that unholy demon. At least on this we agree. They say the devil has gifted him with unnatural speed and strength. The devil? No. You the devil? Haha, dat was gewoon best wel makkelijk. Haha, jammer klootzak. Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. En nu rennen we gewoon vol hard weg. Gebruik een rookbom voor een... Oh, we kunnen een rookbom gebruiken. Nee, we willen een rookbom gebruiken. Zo, dat is wel cool hoor. Ho, vette rookbom. En we zijn ontsnapt. Niemand die ons meer vindt. In ieder geval, zo makkelijk. Huppakee, en we hebben ook nog de missie gehad. En er komt ook nog heel braaf een paard aan. Die ons naar de volgende missie gaat brengen. Denk ik. Dat is trouwens best wel vet hoor, zo'n rookbom. Dat, cool man. Dat is wel echt vet. Wow, er zit ook alweer 10.000 in de... bijna 10.000 in de villa, schatkist. Zo, daar maken we ook wel echt een dikke cash mee. Gaat trouwens ook best wel snel, die inkomstenbron, zeg maar, van de villa. Met 10.000 kunnen we... Ja, toch wel weer sowieso 1 gebouw, / 2 gebouwen upgraden. We gaan hier even heen, want hier is een schatkist. En een uitkijkpunt. En die wil ik even gaan doen. We zijn toch al bijna bij het laatste stukje van de missie. Van deze missie in ieder geval. En dit is wel een makkelijk uitkijkpunt. Niet zo ingewikkeld als die we net deden. Tjonge jonge, die was echt
wel heel erg nazi eigenlijk. Ik vond hem wel een beetje nazi, omdat we daar niet echt makkelijk op konden komen. Dus ik dacht van, dit is het einde. En dan toch weer in één keer niet. En dan toch weer in één keer wel. En dan konden we toch in één keer op een of andere manier in één keer wel weer springen. Wat net niet lukte. Dus dat maakt het dan... Nou, we gaan nu verder op dit paard, hoor. We hebben nu genoeg bij jou. We willen een ander paard. Het kieskeurig over een paard. Maar ja, dat mogen wij zijn, want wij zijn Ezio, waar we dit horen. En we vinden nog een schatkist. Over hier, Ezio. Over hier, ja, maar jij hebt deze schatkist net niet geopend. En wij doen het lekker wel, want wij willen lekker die centjes hebben, zodat we onze ooms stad kunnen verbeteren. We found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Command over my own army. A nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. Ja, inderdaad, dat is wel cool. Kom op, we gaan met een legertje gaan we deze stad aanvallen en dan pakken we ze sowieso terug. Oh, dat is ook nog best wel een grote groep. Nu voel ik me net als Mario. Have stood for 100 years and will stand for 100 more. Stop wasting the lives of your men. But then... Oh, ik druk de hele tijd op de verkeerde knop als ik mijn wapens wil veranderen. Best wel dom. Ik wil dit ook wel even een keer proberen nu. Kom op, we moeten hier naar boven toe. Ik wil dit even proberen. Klim maar omhoog. Ja. Oh, dat is gewoon echt zo'n sneaky manier. Nou, dan hoeven wij hem nu niet te gebruiken. Ik dacht van dat is best wel vet. Maar ook best wel overbodig als we het op deze manier gebruiken. Men, prepare yourself! The assassin has arrived! We need to find a way to open the gates. Ja, hier, hallo! Jongen, vet een leger hier ook. Ja, wij moeten even deze gate... You Templars, always singing the same song. You think a few mercenary will scare me? Kunnen we ook even snel gewoon deze gate openen of niet? Oh, dat kan gewoon! Oké, we hebben nu onze leger ready to murder, man. We zijn ready to bounce op dit moment. Lekker toch? Ik dacht dat duurt waarschijnlijk super lang om die gate te openen. Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Oké, we pakken hem ook gewoon wel even. Hij is ook lekker dood. Huppakee, lekker is dat, zeg. Voelt wel goed om weer iemand dood te maken. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Nou, we killen nog even iedereen om onze laatste paar mannen ook even te helpen, toch anders is het een beetje nazi. Va bene. First round is on me. What is Ruder? Isn't that? Haha, lekker dan. Oké, we hebben dus nu iedereen hier geholpen. Nee, niet echt geholpen. We hebben tenminste iedereen gekillt, zeg maar, die we moesten killen. En we hebben steeds meer wat meer informatie gekregen over de persoon die we uiteindelijk willen vermoorden. En op zich is dat best wel vet. Even kijken waar we nu heen moeten. Want ik denk dat we nu weer naar een andere stad toe moeten. Of blijkbaar toch niet. Moesten we nou wel of niet naar een andere... Nee, we hoeven niet naar een andere stad. We moeten gewoon weer terug naar onze... Zo, dan gaan we daar weer even heen. We moeten terug naar deze stad.
Dus dan doen we dat maar natuurlijk gewoon netjes wat gevraagd wordt. En misschien kunnen we hier dan wel gewoon de laatste, of tenminste de laatste, deze persoon afmoorden. Hé, hey, kijk, er is ons paard weer. Die wouden we heel graag hebben. Ik dacht al, oh shit man, als we dit hele pokken terug moeten lopen zonder paard, dat is niet cool. Maar gelukkig kregen we ons paardje weer. Dat maakt me wel weer heel erg happy. Nou, nu zijn we dus echt gewoon super snel hier weer. Hey jongens, doe echt normaal zeg. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik kwam alleen maar per ongeluk tegen jullie aan. Dat is toch niet de reden om mij te gaan aanvallen en zo. Nou, dan moet het maar hoor. Ah, wat moet, dat moet. Oké, we hebben nu ook in één keer ons zwaard weer vast. Hè? Dat is wel cool. Ik vind een zwaard denk ik wel een van de vetste. Nou ja, ik denk dat die Hidden Blades zijn sowieso het allervetste wat er is natuurlijk. Dat is een feit. En ik ga hierna proberen even. Huppakee, recht door je buikje heen. Nu ben je er geweest. En dat vind ik niet zo heel erg dat jij er geweest bent, want je viel mij lastig. En als je mij lastig valt, ben je gewoon een klootzak. Dus ga ik ook niet denken van, oh wat zielig dat jij dood bent. Je bent toch een fucking dickhead. Dus dan boeit het mij niet zoveel. Who do you take yourself for? Even snel deze openen. Dat was misschien ook niet het slimste wat we konden gaan doen. Maar ik dacht van, het kan wel even. En dat kon ook wel. Want we zijn ze nu alweer kwijt. Normaal gesproken, in ieder geval. Als we niet meer de pech hebben dat ze hier in één keer... dit open trekken, dan zijn we ze kwijt. Trekken dan, we zijn ze kwijt. Nu trekken we die hier vanaf. En hopelijk zijn we nu weer gewoon onherkenbaar. Ja, we zijn weer onherkenbaar. Dus laten we nu gewoon lekker naar de missie toe gaan. Ja, naar de missie gaan we. De volgende missie. Lekker. Huppakee. Andere route, want daar konden we toch niet overheen klimmen. Huppakee. Vraag me af, hè. Hoe hoog moeten we hier wel niet klimmen? Om hier op te komen. Dit ziet er wel echt uit als een of... Oh, ik zie de missie plaats al. Nou, daar gaan we al wel weer. Kunnen we nog een keer dat hele klote gebouw opklimmen. Hé, hey, ik zie daar ook een... Ik zag daar ook een ander plekje wat we sowieso even moeten gaan bekijken. Eerst... Anders dan vergeet ik dat weer en dan weet ik het sowieso nooit meer terug te vinden. Huh, hoe komen we daar even makkelijk op? Niet op deze manier in ieder geval. Ik dacht, we kunnen er wel heel makkelijk op komen, maar... Oh, we gaan eerst even medicijnen kopen, want anders dan flikkeren we hier straks ook nog een keer dood ook nog. Willen we niet. Nee, we willen nog niet dood. Genezen. Ja, kun je ons genezen? Huppakee, genezen ons maar even. Accepteren. Ja, 50. Valt ook nog wel mee. Ben je in ieder geval niet zo rete duur als dat we dachten. En dat willen we ook kopen. Ja, we willen ook medicijnen kopen, ja. En zelfs willen we ook nog wel... Nee, niet terug. We willen ook nog wel even 2 gif van je kopen. Huppakee, supercool, dankjewel. Nee, jij bedankt voor het gif. Dat zouden we heel graag hebben. Kijk, daar willen we omhoog. Want volgens mij kunnen we er zo heel makkelijk komen. Hopelijk voordat hij ons ziet. Kijk, dit zag ik net. Dus we moeten even bekijken. Een vast web van connecties en interconnecties. All ruled by chance. Or is it? Oh nee, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oké, mensen. Een van mijn zwaktes. En ik denk niet dat jullie dat weten. Is dat ik echt gewoon super slecht ben in puzzelen. En ja, daar ben ik gewoon niet zo goed in.
Dus dit gaat ook echt een hel worden. Neem aan dat dit zo moet. Ik heb echt geen idee trouwens. Weet wel dat die daar dan op moet. Moet die daar op. En dan is... Oh, dit viel nog best wel mee. Oh, dit viel gelukkig mee. Ik dacht al, oh shit zeg, die gaat niet goed komen. Oh, we moeten er nog één doen. Nee, niet nog één. Nou, laten we ervan uitgaan dat hij zeg maar rechtop staat. Dan moet zijn hoofd daar. Dan moet de rest van zijn lichaam daar. En dan moet zijn bovenstuk daar. Oh, check, dat is nog een keer. Nog meer. Nou, ik was bijna. Ik was helemaal happy. Yes, we hoeven niet nog een keer wat uit te zoeken. Laten we zeggen dat die dan zo moet. Die zo. Nou, klopt dat dan wel aardig? Daar is zijn hoofd. Nou, dan moet zijn andere hoofd daarop komen. En dan moet het puntje van zijn andere maat zijn hoofd daar komen. Zo. Ieder belangrijk persoon had dus blijkbaar gewoon een... Zo. Alles afspelen, ja. Nou, dat is ook weer drie keer niks, zeg. Dat, die filmpjes vind ik niet leuk, hoor. Vet moeilijk moeten puzzelen en shit. Oké, okay, deze viel er wel mee, gelukkig. Anders was ik helemaal... helemaal verdrietig geweest, maar... Vet de moeite doen voor die puzzels. En wat krijgen we terug? Een filmpje van 2 seconden. Nog niet eens. Een halve seconde. Nog niet eens een halve seconde. Gewoon 0,2 seconden of zo. Fucking kut is dat. Gelukkig gaan we nu weer een leuke missie doen. Hoop ik. In ieder geval. Mijn blade lang genoeg om hem te volgen. He'll lead me to his Templar brothers. I'll have more names for my list. Nou, als jij er vrolijk van wordt, van nog meer namen op je lijst, dan, ja, dan volgen we hem nog meer. Kennen we hem? Ja, we kennen hem ook trouwens al aardig goed. Voor mij is hij ook een van de mensen die de hele tijd achter ons... mensen die ook echt verantwoordelijk is voor de moord van onze vader en broertje en broer. Zij is sowieso ook een van de personen die we sowieso dood willen maken. Maar dat mag nu nog niet. Nog niet. Met een nadruk op nog niet. What's going on here? Are they late? They haven't seen me, as much I know. Oké, ja, nou ja, dat kan. We staan eigenlijk best wel dicht bij hem, hè? Maar ik denk dat het wel kan. We gaan er wel vanuit dat dit kan. Omdat we gewoon elke keer midden in zo'n groepje gaan blijven staan. Dan, ja, dan kan hij ons gewoon niet zien. Dat maakt het trouwens ook best wel makkelijk voor ons. Als hij nu omdraait zijn we wel dood. Maar gelukkig. En. Ik denk dat we zo meteen nog even wat kunnen kopen. Kost namelijk maar 150. En dan kunnen we gewoon echt sowieso altijd onherkenbaar zeg maar, achter hem aan blijven wandelen. Ik hoop wel dat hij ons nu niet ziet hoor. Check, we kunnen gewoon rustig altijd achter hem aanlopen. Zonder dat iemand ons ziet. Lopen die mensen net achteruit? Wauw, dat zag er best wel funny uit. Haha, cool. Zo, we lijken wel een pimp zo hoor. Hey, hallo. Hey, het zijn mijn bitches hoor, niet die van jullie. Doe even normaal joh, ga je nou gewoon achter ons aanlopen omdat je ook achter... Dat is wel echt jammer hoor. En ik heb net 150 euro daarvoor betaald. Dat is toch niet normaal. Zo, dat is wel echt disrespect hoor. De gewoon, en ze lopen ook gewoon. Dus ik heb je net 150 euro gegeven en na 10 seconden loop je weg. Hey, dankjewel zeg. Dat is wel ziekelijk. Maar helaas kunnen we er niks aan doen. Wel wraak nemen op die cards, maar dan creëren we zeg maar een situatie. En dan ziet deze meneertje, ah oh shit, ik word achtervolgd, laat me heel gauw wegrennen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Zo'n beetje zonde zijn van onze tijd dat we al achter hem aanlopen. Dus doen we het maar netjes niet.
Deze mensen hoeven we nu ook niet te kopen, want dan gaan jullie zeker ook gewoon na 5 seconden alweer weglopen. Hé, jongens, we hebben net betaald, dus nu kun je niet meer lastigvallen. Oh nee. Oké, dit is niet zo heel erg cool. We gaan gewoon supersnel hier eroverheen proberen te klimmen. Om hem in de gaten te houden. Hij ziet ons lekker niet, dat scheelt sowieso wel. Alleen als hij nu heel gauw weggaat, dan zijn wij de lul. Your letter mentioned Venezia. Are there Templars there as well? Nou nee hoor, daar zijn geen Templars. Overal zijn Templars, behalve daar. Weet het niet hoor. Maar lijkt me wel logisch als ze overal zitten, dat ze ook daar zitten. Laten we achter dit deze boom gaan staan. Hier achter gaan chillen. Hij heeft gewoon ook een personal guard, hè. Dat is wel... Ja, niet zo heel erg cool. We moeten er nog steeds achterna, zeker, of niet? Ik hou niet zo van achter mensen aan sneaken. En dan helemaal niet achter deze klooien, want hij is super vervelend. Wordt ons nu ook wel echt moeilijk gemaakt ook gewoon hoor. Oh, hun lopen er ook achteraan. Ik zou net zeggen, anders dan wordt het wel Mission Impossible natuurlijk. Oké. Ik denk dat we proberen die thieves daar aan te gaan nemen. Ja, laten we gewoon nu deze thieves snel aannemen. Waarom hem vast te zetten door vervolgens op om dieven opdracht te geven hem weg te pakken. Hop, laat me in dit groepje staan. Oké. Daar waren we gewoon ook nog echt bijna betrapt ook nog. Ik zit even te denken hoor, hoe we hier ooit naar binnen kunnen komen. Zonder gezien te worden. Klein je afstand met je doelwit. See then something to think about. How many men are responsible for my father's death? Te veel. Dat kan ik je nu alvast zeggen. Aight. Sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly. Else the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament? We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. No. Please, don't. Please don't what? I can fix this. Only spare me. No. So sorry to have claimed your prize, assassin. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it? We've been at this a lot longer than you. Kill him.
I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen, but... Ah! Lekker dan, hoor. Klootzakken dat dit zijn. Huppakee. Nu hebben wij onze wapens gewoon volop. Jij die toepant zetten we. Oh shit, er zitten trouwens ook wel een paar echte sterken tussen gewoon. Maar ja, dit moeten we ook gewoon wel kunnen winnen. Anders zijn we niet echt goede assassins natuurlijk. Ja, dat snapt iedereen. Gewoon langzaam maar zeker iedereen afmoorden die we kunnen afmoorden. Dat is natuurlijk altijd wel een hele goede strategie. En meestal ook wel een werkende. Oké, dus we pakken gewoon eerst even langzaam de langzame. Als we eenmaal in zijn buurt zijn, dan is hij ook niet... Dan pakken we hem eerst, hoor. Oké, dit gaat op zich best wel lekker. Alhoewel pakken ze ons ook best wel. Zo, dit is trouwens nog best wel lastig. Laten we even onze medicijnen gebruiken, anders dan verliezen we misschien ook nog. Ik heb even een supergoed idee trouwens. Dit is toch gewoon ziek slim. En hupsakee. Zo, hij was nog niet dood. Hij was gewoon nog niet dood. Hoe kan dat? Hoe kan hij nog niet dood zijn? Vai amico. Libero da fardelli e paure. Requiesca di pace. Oké, ja, dus zeg maar, hoe kon hij nog niet dood zijn, terwijl hij gewoon eerst twee dolksteken achter iets in zijn buik kreeg. Daarna kreeg hij gewoon nog een mes door zijn keel heen. En daarna mochten wij nog een keer met onze Hidden Blade. Tjonge jongen, dan ben je wel echt een survivor, hoor. Tjoe. Nou, niet eens een survivor, dan ben je gewoon overpowered gewoon eigenlijk. Hè? Als je beter panzer vindt. Ja, dat weten we, maar we willen graag een panzer van Altair hebben. Dus waren we daar eigenlijk wat meer op aan het wachten. En nu gaan we naar Florentine. Nou, dan gaan we hier weer heen. Dat is altijd wat zo. Onze gezelligste plek natuurlijk. Dit, hè? Dit is thuiskomen. De hele stad wordt weer opgebouwd, dat is wel lekker. En ik vraag me af wat we hier nu gaan doen. Ik denk dat we of naar... Ja, we mogen naar onze grote vriend toe. Onze nieuwe ally. De Pazzi are dead. Every one of them. I must admit. I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. Zo, wel jammer dat hij soms ja, dan praten ze zeg maar gewoon Italiaans, hè? En dan versta ik er helemaal geen bal van. Dat vind ik soms wel een beetje vervelend. Maar we hebben wel een coole cape gekregen. Cool. We kunnen in ieder geval zeg maar iets makkelijker over deze straten heen lopen. En hij ziet er op zich best wel fancy uit. Wat dat betreft een coole cape.
mogen we het wel noemen. En we klimmen hier even omhoog, want volgens mij is hier een van mijn favoriete dingen. Een schatkist. Het is niet echt mijn favoriete ding natuurlijk, maar ik vind het altijd wel grappig om eentje te vinden als ze in de buurt zijn. Het is trouwens niet echt meer vinden, het is trouwens gewoon oppakken, want dat staat gewoon nu letterlijk op de map waar we heen moeten lopen. Dus kan ik het niet meer echt vinden noemen. Ik dacht dat jullie wat schappelijker tegen mij zouden zijn. Oh, we gaan naar Ezio. We gaan naar Ezio toe. Tuurlijk, jongen. Nee, we gaan niet naar Ezio toe. We gaan naar... Leonardo da Vinci. Graag je onopvang. Het duurt nooit meer heel erg lang. Leonardo. Dankjewel. Leonardo. Mi dispiace, messer. But he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Oh, dat is wel heel erg toevallig. Wij moeten daar ook heel toevallig heen. En hij moest daar ook heen. Gezellig. Oh, wacht. We kunnen ook gewoon via deze manier. Laten we nog heel even snel naar ons huis toe gaan. Naar ons huis. Zeg maar de villa toe gaan om de money op te halen en zo. Daar heb ik wel even zin in. Om die money op te halen en dan upgraden we de, tenminste nog een paar punten uit ons, in onze stap. En dan sluit ik de aflevering af. Dus er gaat niet meer heel veel spectaculaire dingen gebeuren in deze aflevering. Behalve als je het leuk vindt om te kijken hoe, naar hoe ik mijn, ik zeg de hele tijd mijn stad, hè, maar het voelt ook wel een beetje als mijn stad. Maar ook weer niet, want het is helemaal niet mijn stad. Maar ja... Ook weer wel. Het is wel een auditorenstad. En wij zijn ook auditoren. Dus wat dat betreft is het wel een beetje onze stad. Het is tenminste, dit is wel echt gewoon... Nou, het is niet echt onze stad. Het is de stad van mijn oom waar wij toevallig al ons spaargeld in steken. Het is wel onze stad dus. Ha, ik twijfel even. Maar op zich... Wow, 15. Dat is best wel ziek veel trouwens. Dus het is ook nog best wel weer waard om deze stad up te creëren. Want buongiorno. We kunnen er heel wat voor terug. Salute, Serezio. Shall we take a look at the list? Ja, dat wouden we graag, ja. Heel toevallig wou. We kwamen hier niet om gewoon even te babbelen natuurlijk, hè. Oké, we kunnen kiezen. De bank upgraden sowieso, want dat levert blijkbaar heel veel op. Staat hier de hele tijd. Renoveer de bank om heel erg rijk te worden. Ja, dan doen we dat. Nou, deze 8000 kunnen we ook makkelijk missen. Makkelijk missen. Helemaal niks voor ons, joh. Helemaal niks. De smid, 7... Nou, dit is nog maar 3000 en 2500. Laten we dit eerst even upgraden. De kleermaker gaan we upgraden. Helemaal, ja, helemaal. Oh, we zijn al bijna klaar met het upgraden van deze stad trouwens. Hè? Dat is ook wel sick. De arts. Ja, de arts willen we ook even upgraden natuurlijk. En kunnen we nu de smid ook nog? Nee, we kunnen de smid en de arts niet meer upgraden. Dus we hebben nu nog ongeveer nog 20.000 nodig voor de laatste upgrades. En dan is deze stad volledig geüpgraded. Dus op zich zijn we aardig dichtbij. Ja, de waarde van de stad is ook flink verhoogd. Ja, we moeten nog hier even heen lopen, denk ik. Om de codexpagina's... De ontcijferde codexpagina's vind je aan deze muur. Oh, dat zijn er niet veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als we die hele map moeten hebben, dan zijn we echt nog wel flink lang bezig. En ik zag op de map... Oh ja, die stenen. Toevluchtsoord. Ik weet niet wat dat is. Weet je wat? Dat gaan we de volgende aflevering even kijken. We gaan de volgende aflevering kijken wat de toevluchtsoord is. Want dat weet ik niet. Dus dan moeten we even gaan kijken in de volgende aflevering. Oké, mensen. Ik vond het wel weer een leuke aflevering. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb er wel weer van genoten. Dat zeg ik eigenlijk elke aflevering, hè. Ik ga... Ook zeggen als ik het niet leuk vond. Maar ja, tot nu toe vind ik het eigenlijk elke keer wel grappig en leuk en shit. Dus ja, dat is op zich een goed teken, denk ik. Ja, betekent dat ik Assassin's Creed leuk vind. Soms niet. Soms vind ik het ook niet leuk, hoor. Die punten dat we de hele tijd aan het klimmen zijn en dat je die stenen moet zoeken om het armen van Altair te vinden. Ja, oké, dat vond ik best wel saai. Maar... De gear van Altair wil ik gewoon heel graag hebben, omdat... Ja, dat is cool. Dat vind ik dan wel weer heel erg cool. Maar dan moeten we de saaie shit doen om iets cools te krijgen. Dus
Ja, dat is het sowieso waard. We hoeven nog maar 3 van die klote stenen te vinden. En dan hebben we gewoon cool armor. En misschien komen we dadelijk wel in 3 hele coole locaties. Wie weet. Ik weet het niet namelijk. Dus die kans is er natuurlijk ook nog. Hè, dat we straks in 3 super coole locaties komen. Die we dan wel mogen beklimmen en shit. Maar ja, dat zien we dan wel. Oké, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik vond deze aflevering dus redelijk leuk. Heel erg leuk. Maar toch, min die stenen zoeken, dat vond ik dan wat minder leuk. Maar er was er maar 1, dus het valt wel mee. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters.